Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag. Ja, woensdag. En ik ga nu vertrekken naar mijn job, want het is 6:15. Hallo, ik ben net terug van het kruisen. Zoals je kunt zien heb ik een andere trui aangetrokken. En dat komt omdat ik direct terug weg moet naar de kiné. En deze trui is al bezweet en mijn andere is nog maar vers van vandaag. Ik kom net terug van de kiné. Mijn kinesist had mijn knie ingetaped. En nog maar halverwege de oefeningen viel die tape af. Wat tijd moeten we een deel van de oefeningen alleen doen. En dat is het moment dat alle kinesisten uit de praktijk op huisbezoeken vertrekken. Dus mijn knie is niet meer ingetaped. En nu is het tijd om te bedenken wat ik wil eten. Ah ja, ik ben trouwens het boek van de Minimalists aan het luisteren. Love People Use Things. En in het boek hebben ze over een methode dat je zo al je spullen in verhuisdozen doet en dan enkel uithaalt wat je nodig hebt. En dat is eigenlijk ideaal om voor mij om nu binnenkort te gaan doen, want binnen minder dan 3 maanden verhuis ik. Allee, of ongeveer binnen 3 maanden. Hallo, ik ben al eventjes in de winkel. Ik ga eigenlijk niks te melden. Voorlopig is er nog niet zoveel volk geweest in mijn winkel. Dus dat is minder leuk. Ik hoop dat ze straks wel terug gaan komen. Er is echt iets mis met mijn darmen. De laatste tijd laat ik echt veel meer scheten dan normaal. En ik heb ook redelijk vaak dat ik denk, wat is er aan de hand daarmee? Ik heb Mario Party gespeeld. Daarna heb ik thuis gekeken. Ik heb ondertussen ook stoetjes gegeten. En mijn wandeltijd ging niet door vandaag. Het zal voor een ander momentje zijn. En ik denk dat ik mijn vlogcamera ben vergeten in de winkel. Dus ben ik nu even aan het vloggen op mijn gsm. En ik ga morgen moeten onthouden om dan na het werk naar de winkel te gaan om mijn vlogcamera op te halen. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we een vrijdag. Het is ongeveer 6:20. En binnen een paar minuutjes moet ik vertrekken naar het werk. Deze morgen heb ik nog gekookt en dan gaan we met je mother gekeken. En nu ben ik net in de winkel aangekomen. Ik ben gewandeld naar de winkel en ondertussen luister ik het audioboek Love People Use Things van Joshua en van Joshua Field Milburn en Ryan Nicodemus. Oh, het is 2:40 en ik heb al 2 superleuke klanten op bezoek gehad. Yeah. Er werd net een pakje geleverd. Natuurlijk heb ik nu geen schaar bij. Ik kom terug. Tja. Oh ja, vandaag ben ik trouwens opnieuw naar de dokter geweest in verband met mijn darmen die nog steeds verschrikkelijk raar doen. En we gaan ook eens een kuur proberen van die pillen die ik naar mijn weg mag gaan halen. Dus we gaan zien of dat al werkt.
pak niet open. Wow, ze hebben dit goed vastgetaped. Twee lege dozen als afvalling. Dit klopt niet. Dit klopt niet. Ik had een witte en een volkoren staan, maar ik heb enkel wit gekregen. En oh zo. Ik moet checken in mijn mails, want dat is breed. Het is bijna 6 uur. Ik heb nog net een verjaardagskaartje geschreven voor een vriendin die morgen jarig is. Dus ik kom sowieso te laat met de post. Maar ik was een beetje het aan het uitstellen om een kaartje te schrijven. Ik was net de film Crush aan het kijken op Disney Plus met mijn zus. En dan heb ik water over mijn broek heen gegooid. En nu zit ik klaar voor het arrondementencongres van Jong Groen. Ik kan maar een deel erbij zijn omdat ik slaap nodig heb. Maar het eerste deel ga ik mee volgen. Het abonnementencongres is nog niet afgelopen, maar het is wel al echt over mijn bedtijd. Allee, het is nog redelijk vroeg in de avond, het is nog maar 9:30. Maar normaal heb ik echt wel 30 minuten te slapen. En dan ben ik daarvoor al meer geweest, maar dat kwam er dus vandaag niet van. Ik ga nu... Wow, I'm green. Ik ga nu nog even met een horloge zetten vanmorgen. Ik mag ongeveer een uurtje langer slapen. Eigenlijk mag ik nog langer slapen, maar... ja, dat doe ik om mijn ritme erin te houden. Als ik nog niet door had, het licht op mijn wake-up light is aan het vullen. Dankjewel. De camera gaat nog redelijk goed mee erin. Een blue. Oké. Mijn horloge gewoon terug normaal in. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe vlog. Doodles!